Hoi allemaal, welkom bij deze gloednieuwe video. Ik heb laatst een pakketje besteld bij Horse Charms. Die is dus gisterochtend binnengekomen. Maar toen zat ik op school en na school ging ik mee naar Sara. Omdat daar dus, zij vierde alvast de verjaardag. Morgen, dus zondag, is Sara jarig. Dus feliciteer haar allemaal even. Gisteravond was het te donker om nog een video op te nemen. Dus ja, ik kon toen ook niet het pakketje openen. Ik heb dus vanochtend een vrijheidsjuryles gehad. Nog voor mijn verjaardag met Sun. En ja, die ging heel goed. Dus daardoor kon ik dus ook het pakketje niet openen. Aangezien ik dus heel graag het setje vandaag aan wou doen bij Sun. Heb ik dus de video niet op kunnen nemen. Dus als je eventueel vuil ziet aan het touwhalster of iets, dan komt dat dus omdat Sun hem vandaag heeft aangehad. En dus het is niet vuil opgestuurd of zo. Dus laten we gaan beginnen. Dit is het pakketje. Ik zal even het adres en alles zo wegdoen. Even kijken. Dit is dus het pakketje en laten we hem gaan openmaken. Zo. Dit is dus wat ik zie als ik hem openmaak. Oké, nou zonder papiertje zie je dit dus. Ik heb het er dus op een zo goed mogelijke manier weer in proberen te frutten. Zoals het dus zat toen het aankwam. Ja, wat zit dus allemaal in? Er zit deze kaart in. Ik denk niet dat hij scherp wil stellen. Maar in ieder geval deze kaart met op de achterkant. Super leuk. En er zit ook nog een hele leuke sticker. Ja, er zit dus ook nog een hele leuke sticker in. En ja, dus dat zit sowieso al bij. Dan heb ik hier het touwhalster. Even kijken. Het is gewoon roze met bruine kleur. En er zitten van die hangertjes aan. Echt super leuk. Die hangertjes kan je er ook gewoon afhalen. Ik hou ze er lekker aan. Ik vind het super leuk. Dit is mijn pony trouwens. Super leuk deze. Dan ga ik verder met de liedroop. Deze liedroop is iets van 4 meter nog wat. En hij houdt heel fijn vast. Deze heeft dus gewoon een hele makkelijke musketonhaak. En ook hier weer hangen dezelfde versiersels als aan de touwhalster. Met deze heb ik vandaag ook gewerkt. Hij is fijn. Aan de achterkant zit dus ook een stukje met nog zo'n touwtje eraan. Dus dat is ook fijn. En de touw houdt gewoon onwijs makkelijk vast. Het is niet te dik, waardoor je dus ook gewoon alles in één hand kan nemen. En ja, hij is gewoon lekker lang. Dus dat is ook heel fijn. Dan heb ik iets wat echt super gaaf is. En dat is deze neckrope. Hij past precies bij Sun. Dit is maat S. En hier ook weer zo'n hangertje aan. En dit hangertje kan er ook gewoon af. Waardoor dat hij dus ook gewoon in de wasmachine kan. Maar dan gaat deze fluff wel helemaal in de knoop. En dit is het hangertje. En je klikt hem er ook gewoon weer heel makkelijk aan. En wat zo fijn is in deze hangertjes. Kijk, bij de neckrope zit hier dus zo'n lipje aan. Waardoor je dus, als je nog meer van deze clips hebt. Of je maakt zelf zo'n clipje. Dat je hem er dan gewoon aan kan maken. Het volgende wat ik uit deze bak haal is een manenclip. En ook weer in de stijl van de neckrope, van touwhalster en van de liedroop. Kleurtjes met veertjes. Echt super schattig. En met gewoon zo'n clipje.
En ja, die kan je gewoon heel makkelijk in de maag of in de staart klippen. Super leuk voor foto's. Dan heb ik hier teugels. Dus weer met van die musketon haken. En een roze afwerking met een bruin touw. Deze teugels zijn 2,50 meter. Ze zijn erg lang. Maar ja, wel gewoon zo dat je er wel iets mee kan doen. En dan is het allerlaatste wat in deze doos zit, is het gratis halstertouw. Hier zit geen afwerking aan. Dat zat er gewoon niet bij. Het is gewoon een gratis halstertouw dat je erbij krijgt. En er zit op het uiteinde een knoop. Dit touw is ongeveer ook 2 meter, denk ik. Nee. Ja. Dit touw is denk ik ongeveer 1,5 tot 2 meter. En ja, super fijn om gewoon vast te houden. Deze set kostte volgens mij iets in de 60 euro met verzendkosten erbij. Ik zal nu een aantal foto's in beeld laten komen van de vrijheidsstuurles. Met dus dit hele setje aan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus zeker even een duimpje omhoog. Nou, tot de volgende video. Doei!